Hallo reviewvrienden, hoe is het met jullie nou? Vertel mij nou eens toch even hoe het met jullie is. Gaat het goed? Gaat het lekker? Fijn om te horen. Het is goed om te horen. Met mij gaat het ook wel goed. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laat eens gaan kijken. Chips, Doritos. Doritos, ja, wat kan ik ervan zeggen? Eigenlijk helemaal niks. Doritos, dat is toch van mais gemaakt? Of ben ik nog gek? Even kijken. Ja hoor, maischips. Doritos, dat is oorspronkelijk, nou Doritos niet, maar oorspronkelijk komt dit uit Mexico. Mexico. Het land van al mijn dromen. Met de gitaarmuziek. U kent het allemaal wel. Want in Mexico eten ze deze chips. Nee, dat tortilla chip. Tortilla chip. Ik weet eigenlijk niet of ze dat chips noemen. Maar in ieder geval tortilla. Een tortilla, dat zijn ronde maispannenkoekjes. Waar maken ze ook taco's van. En die taco's, die doen ze ook. Toen frikken ze met vlees en kip. En weet ik het allemaal. Ook vegetarisch waarschijnlijk ook. En groentjes, rol ze op, zoutje saus over en dan slurpen ze het zo naar binnen, die Mexicanen. Hartstikke leuk. En toen hebben ze op een gegeven moment, was er, die heet González. En González, die was van die tortilla's aan het maken voor de tacos. En González, die moest naar de wc. Ja, die moest poepos. González moet poepos. En dus die zit daar lekker op zijn Mexicaans potje te bouten. En die denkt op een gegeven moment, godverju, helemaal vergeten mijn tortilla-ijzer van het vuur af te halen. Die rent met de broek op de knieën. Nou, het was meer een soort springer, zo koen, als een soort, ja, hoe heet zo'n ding? Als een soort, hoe heet zo'n ding? Hoe heet zo'n beest? Uit Australië. En een kangaroo. Als een kangaroo ging, ik had koen, naar zijn tortilla-plaat. En hij haalde eraf en hij dacht, potverdomme, helemaal hard geworden. Nu kan ik hem niet meer rollen, vouwen om die troep erin te gooien. En hij was boos en hij gooit zo, pats, die keiharde tortilla op de aanrecht. En die breekt in stukken. En González denkt, ja, het is allemaal leuk en aardig, ik heb toch een beetje honger. Die pakt zo'n hard stuk, die neemt in zijn mond en denkt, krijg nou wat? Dit is hartstikke lekker. En ik noem dat tortilla chips. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het hele verhaal heb verzonnen. Ik ken González niet. Ik ken de stoelgang van González ook niet. Ik weet helemaal niet of het zo is gebeurd. Maar in ieder geval, die maispannenkoekjes, die zijn slap en deze zijn hard. Dus ik denk dat ze me iets harder hebben gebakken. En dat is ook gewoon lekker. Maischips. Je kan hele bergen van die chips met tegenwoordig met taco chips, zei dat dan. Met gesmolten kaas en troep in de horeca krijgen. Dat is tegenwoordig heel normaal. Naast een bitterbal kan je als borrelhapje. Zoiets van die taco chips met een beetje guacamole en een beetje crème fraîche en gesmolten kaas. Dan kun je zo naar binnen bunkeren. Heerlijk is dat. Dat zijn deze chippies. Ja, dan denken ze gelijk, laten we er maar weer smaken van gaan maken. He, want die chips is gewoon de naturel vorm. En de Doritos, die heeft nacho cheese flavor. Dus dat zijn de nacho chips. En hier heb je de sweet chili pepper flavor. Die heb je ook. En hier heb je de cool American flavor, waarvan ik niet weet wat dat in godsnaam moet voorstellen. Wat moet, kijk, kaas kennen we, peper kennen we, cool American zegt mij geen ene reet. Maar dat is juist het leuke van een ruziekanaal. Dan ga je het proeven en denk je, oh, is dat het leuk? Oké, ik begin wel met de kaas. Het probleem van de kaaschips hebben we al vaker uitgelegd. Dat zijn de driehoekjes, die kennen we allemaal wel. Die kaas is meestal heel muffig en bitter. Hoe is die kaas Dorito? Moet ik zeggen, ik hou wel van maischips. Ik vind het lekker. Huh? Ik vind die nachootjes. Ze zijn aardig kruid. Ze zijn stevig. En die kaas in Dorito's is dus niet vies. Niet irritant aanwezig. Het is niet van die bittere but.
Dit is gewoon een lekker chipje. Lekker kaaschipje. Ik vind deze echt lekker. Ik zou deze heel zakkend leeg bunkeren. Als ik daar nog met een lekker coronaatje bij neem, dan hebben we het over het cb-zandje en niet over het citertje. Ik is een hele zak leeg bunkeren. Nacho cheese flavor. Heerlijk. Dan gaan we gelijk maar door naar de sweet chili pepper flavor. Ja, die is een beetje pittig. Dat begrijpt mijn reet ook nog wel. Kijk, hier zitten wel een hele grote chili flakes in. Oftewel stukjes rode peper. En ik kan veel van rode peper zeggen, maar niet dat ze niet heet zijn. Dus ik zou hier dus mijn bek licht aan moeten branden. Nee. Tot nu toe niet. Tot nu toe proef ik wel de zoetige, zure sweet chili. Ja, daar komt het pepertje. Het is niet uit. Het is niet een bekbrandpepertje. Het is een acceptabel heet pepertje. En de sweet chili smaakt daadwerkelijk naar sweet chili. Ik hou erg van sweet chili saus. Ik heb altijd een fles sweet chili saus in de koelkast. Wat doe ik daarbij? Tosti's. Heel veel mensen eten ketchup bij de tosti. Ik sweet chili saus. Heerlijk. Het is heel raar. Maar de sweet chili Doritos zijn ook lekker. Het kan natuurlijk ook gewoon mee te maken hebben dat die Doritos gewoon lekker zijn. Omdat het gewoon een lekker maatchipje is. Dus daar zou er heel goed mee te maken kunnen hebben. De Cool American. Die ga ik even toch van dichterbij bestuderen. Want wat in godsvredesnaam is Cool American? Zure roomsmaak. Dat is dan denk ik dat bakkie met zure room. Maar wat daar Cool American in is. En dan in die zure room, wat zit daar dan in? Kruiden en specerijen. Het is dus gewoon zure room met kruiden smaak. My chips. Allemaal goed. Maar waarom dat Cool American heet, dat mag God weten. Het ruikt ook vreemd. Ja, ik weet niet. Laten we maar proeven. Hé, hey, deze zijn dan wel weer pittig. Ja, ik snap de zure room. Proef ik nu. En de kruidjes. Proef ik niet echt. Als dit Cool American is, dan maar niet Cool American. Het is een beetje zoutzuur chippy. Nee. Daar hebben ze toch mooi zo'n prachtig maatchipje mee net verkloten, zeg. Schat voor Daddy. Ja, tijd voor de cijfertjes. En die cijfertjes die zijn eigenlijk heel erg goed, want ik ben ongelooflijk blij verrast met de smaak van de Doritos, want die zijn gewoon heel erg lekker, behalve deze. Die Cool American, die blauwe, lag gewoon lekker liggen in de winkel. Hebben ze Cool American, was er ook op. En dan is dan een zure room met de kruiden. Die is helemaal niet zo lekker. Het is een beetje een zuurig zoutchipje geworden. Ook nog een beetje pittig ook nog. Het is een beetje, je weet het niet. Het is hetzelfde als met die naam, hebben ze ook maar wat verzonnen. Dus met die smaken ook, hebben ze ook wat verzonnen. Deze is gewoon lekker, krijg gewoon een 5. Echt. De sweet chili van de Doritos, die is gewoon lekker. Kijk, hier heb je de hele zak. Die is gewoon lekker, die is gewoon prima. Die is pittig, maar niet te pittig. En echt sweet chili, die krijgt van mij gewoon een 7. Prima product. En de absolute winnaar is de kaas Dorito. De cheese Dorito. Nacho cheese, om het eventjes helemaal te zeggen. Die is gewoon hartstikke lekker. Wat is dat dan lekker chipje, zeg. Nou, zo is het wel. Ik zeg zo een biertje open. Deze zak, die blijft ook open. Die gaan we even helemaal lekker leeg vreten. Heerlijk. Dit is een topper. Die krijgt van mij gewoon een 8. Nou mooi. Bedankt voor het kijken. Zie je later. Doei doei. Hoppa.